En uiteraard, vakbondsonderhandelingen zijn doorgegaan tot en met gisteravond. En we komen eruit. En hoe komen jullie eruit? Kijk, eerst is namelijk als de vakbondswereld goed georganiseerd was in Suriname, een goede eenheid, dan zou het makkelijker voor ons als regering zijn om u te onderhandelen. Je mensen door te zeggen dat ze niet goed georganiseerd zijn. Ze worden direct boos op. Nee, omdat ik met zoveel groepen moet onderhandelen dan. Begrijp je? Terwijl als er één groep was, is het makkelijker om te onderhandelen, makkelijker om die agenda vast te stellen, makkelijker om richting te geven. Maar omdat dat er niet is, moet je afzonderlijk met zoveel vakbonden gaan overleggen. En dat kost heel veel tijd en energie die ik vrijmaak om rust te brengen. Maar ook om te zorgen dat er wat gedaan wordt naar die werkende klasse. Dat heb ik al publiekelijk gezegd, dat we 3 jaar zware offers hebben gebracht. Wel heeft het ons gebracht naar een niveau van stabiliteit in de economie. Wel heeft het ons gebracht naar een schuldherschikking. Wel heeft het ons gebracht naar zoveel andere positieve parameters, waarvan de internationale gemeenschap ook dat onderkent. Er zijn nog wat uitdagingen, maar ten koste van de samenleving. Tegen een hoge sociale prijs. En dat is nu wat je terug moet geven. Liefst op een gestructureerde wijze. Op een wijze waarmee de economie goed kan temporiseren. Dat er geen laat met druk ontstaat op de economie, op de wisselkoers, wat stevig stabiel is afgelopen 7 maanden. En daarvoor moet je nagaan welke de beste maatregelen zijn om te kunnen treffen. We hebben met zoveel vakbonden overeenstemming bereikt. Nu is er een issue van de implementatie van de BTW en de impact daarvan op kosten van levensonderhoud, met name op die nutsvoorzieningen, brandstof. En we kijken. 1 ding is duidelijk, die BTW is belangrijk, is een wet, die kan de president niet veranderen. Dat moet je samen met het parlement doen. Daar heb ik gisteren met de voorzitter van DNA ook gesproken, Stuur, de fractieleider, die ook voorzitter is van de vaste commissie met betrekking tot BTW, ook in het overleg met de vakbond, hij is ook geweest, zodat we gezamenlijk ernaar kunnen kijken, omdat BTW zorg draagt voor enerzijds inkomsten voor ons als land, een deel van de inkomsten, waarmee ons financiële huishouden draaiende moeten houden, waaronder salarissen, pensioenen en noem maar op. Dat zomaar stoppen gaat impact hebben hier zo. Maar dat het druk heeft, ja, laten we kijken wat die druk is. En als die druk per burger is, namelijk x bedrag per maand bijgekomen, laten we dan in een andere box dat x bedrag gaan zoeken. En daarvoor zijn er modaliteiten, daarvoor zijn er belastingsschijven die we een beetje kunnen schuiven, om toch te zorgen dat die compensatie er is. Die richting zoek oplossing, waardoor je één als regering niet meer met meer geld komt om te injecteren. Maar tegelijkertijd moet je ook zorg dragen dat datgene wat je als inkomsten minder hebt, dat je dat wel extra gaat halen. En daarvoor heb ik de belastingleiding gevraagd om inkomsten te verhogen de komende maanden. Daarvoor hebben ze hun randvoorwaarden. Die randvoorwaarden worden in place gebracht aanstaande woensdag. En dat heeft te maken met incentives voor het personeel, voor extra inspanning, voor meer werk, voor langer werk. En dat gaan we ook doen, zodat die inkomsten gegarandeerd zijn om datgene wat je mist als gevolg van die aanpassing van die belastingschijf ook gecompenseerd kan worden. En voor de rest zijn er nog andere mogelijkheden en voorzieningen die we in goed overleg uitwerken. En ik heb de overtuiging dat het de goede kant op gaat. Maar is er overeenstemming bereikt? We zijn nog steeds in onderhandeling, maar de richting. Vandaag nog? Gisteren is er een belangrijke stap gedaan voor wat betreft de richting waar we elkaar kunnen vinden. Uiteraard moet je ook met die andere vakbonden dit vinden. Je moet rekening houden dat je met meerdere vakbonden praat die soms wel dezelfde eisen hebben, maar verschillende modaliteiten hebben. En ik wil een oplossing welke bijdraagt aan rust, bijdraagt aan die koopkrachtversterking, bijdraagt aan ook de belangen van de verschillende vakbonden naar hun leden toe. En wij willen dat de samenleving nu na 3 jaar offers brengen, wat terugkrijgt op een zodanige wijze dat er verlichting komt, dat er koopkrachtversterking komt, maar niet ten koste van die stabiliteit die we in 3 jaar tijd na harde arbeid, met zware inspanningen, met een zware sociale prijs van de samenleving gezamenlijk hebben bereikt. Laten we dat koesteren, maar laten we daarnaast kijken
welke zaken we meer kunnen doen voor de samenleving. Maar die vakbonden moeten nog met hun leden praten. Dus komen er acties maandag? Morgen? Dus dat was eigenlijk de druk op ons. Omdat ze, een groot deel van de vakbonden, namelijk de acties gevoerd hebben, in feite aan hun leden gezegd hebben, namelijk dat ze dit weekend een oplossing willen bereiken om maandag dat aan hun te presenteren. Dat was die druk die op ons gekomen was, terwijl de andere vakbonden al een tijdlijn hadden om komende week overeenstemming te bereiken. Dus op voor overleg naar beide kanten, maar ik dacht dat de vakbonden die aan hun leden beloofd hadden maandag met meer informatie te komen, nu wel een behoorlijk dosis informatie hebben waarmee ze de leden kunnen overtuigen dat datgene wat ze gevraagd hadden, dat de regering open oor heeft en reeds concrete voorstellen aan hen gedaan heeft. Maar zij hebben zelf gevraagd om dat even nog vast te houden, totdat ze dat aan de leden zelf kunnen presenteren. En wanneer presenteren? Morgen.